Als jullie dit vergelijken, en ik wil dit ene keer een statement maken, dat een hardwerkende bakker en een hardwerkende slachter minder pensioen heeft dan een mijnwerker, terwijl dat je zelf minister van pensioenen bent geweest, dan stel ik mij daar vragen bij over uw manier van werken. Want dat had je zelf kunnen zorgen dat die meer gingen verdienen. Er is een fout in de wet die de berekening regelt en de pensioenen van de mijnwerkers. Maar decennia kwam er geen schot in de zaak. Tot enkele maanden geleden de mijnwerkers zelf het heft in handen hadden genomen en terug op straat kwamen. Arbeiders die dat dossier rond een pensioen begonnen uit te stippelen en stuk per stuk fouten in de wet vonden. Maar ze wouden dat natuurlijk niet gewoon gezegd hebben, maar ze wouden dit ook bekrachtigd hebben. Nu, hun strijdvaardigheid is duidelijk, dat heeft hier vruchten afgeworpen. Want wat ligt hier nu? Een wetsvoorstel dat de brede steun kreeg in de Commissie Sociale Zaken en na 30 jaar de pensioenen van de mijnwerkers in orde brengt en een rechtvaardige compensatie voorziet voor het geleden verlies. En wat heel belangrijk is, voor een weduwe ook. Mijnwerkers hebben destijds een gunstig pensioen gekregen, een zwaar beroep. Ze konden met pensioen gaan na 30 jaar werken. En wat men nu doet, is retroactief dat nog eens verhogen. Nu, dit pensioen zorgt ervoor dat de mijnwerkers berekend worden alsof ze 30 jaar in de ondergrondse mijn hebben gewerkt. Zoals de wet hen beloofde, niks bijkomend. In plaats van 25 jaar met daarbovenop een forfaitair bedrag berekend op de fictieve lonen van voordat ze geboren waren. Ik wil het zien als ons pensioen hier berekend gaat worden van lonen van voor 1950, hoe dat de VLD dan gaat reageren. Het resultaat was een pensioenverlies van soms wel honderden euro's. Dat was niet de schuld van de pensioendienst, dat is vandaag hier meerdere keren gezegd, maar van de regering die de letter van de wet niet uitvoerde. Ik hoorde daar straks onze collega van Quickenborn zeggen dat de gemiddelde mijnwerkers veel te veel geld verdienden. Een gemiddelde mijnwerker verdient 1400 euro per maand. 1400 euro per maand. Voor het harde en het ongezonde werk dat zij deden, kunt u dat geen vetpot noemen. Want aan alle partijen die die vraag steunen, schaamteloos van die lobbygroep, zou ik u durven zeggen, wat zegt u dan tegen al de gepensioneerde bakkers, beenhouwers, handelaars, poetshulpen, verplegers, die het met veel minder pensioen moeten doen dan die mijnwerkers? Als jullie dit vergelijken, en ik wil dit ene keer een statement maken, dat een hardwerkende bakker en een hardwerkende slachter minder pensioen heeft dan een mijnwerker, terwijl dat je zelf minister van pensioenen bent geweest, dan stel ik mij daar vragen bij over uw manier van werken, want dat had je zelf kunnen zorgen dat die meer gingen verdienen. Maar één ding is duidelijk, als je vindt dat iedereen te weinig pensioen heeft of die zelfstandigen, dan denk ik dat we een partner hebben met ons volgende wetsvoorstel van die 1500 euro minimumpensioen voor zowel de arbeiders als de zelfstandigen. Dus ik ben blij dat de VLD ons daarin gaat steunen.